Nummer 3. Even kijken. Deze trainnummer, die hebben wij, dacht ik wel. Die had ik hier volgens mij. Sneltrein die en dan de stoptrein die. Ik doe het gewoon onder één nummer. Origin is Zutphen. En we gaan naar Winterswijk. Met een stap VTW van Arriva. Zo, kaartje erbij. Dan zitten wij in één keer in Zutphen. Goedenavond meester, in de nieuwe dienstregeling 2020 rijdt een 30400 serie tussen Apeldoorn en Winterswijk. Welke tussen Zutphen en Apeldoorn al sneltrein rijdt, is stop niet tot tussenliggende stations. Open snel uw deuren en vertrek om 18:35 als sneltrein naar Apeldoorn. Dat zullen wij doen. Zo. Apeldoorn. Zutphen. Wat een gepiep. Maar ik kom er zo meteen nog terug. Dus voor degenen die het nog niet hebben gemerkt, de repaints die zijn weer terug te vinden voor de lint. Die zijn weer te vinden op Dutch Sims. Met de originele kleuren, Synthes. Synthes Con, of in ieder geval Connection. Connection Twin, zeg maar, de donkere rood. Ook de nieuwere Synthes Twins in oude stijl. Ik dacht de Veolia, Abellio en de Vegdal lijnen. En in een nieuw pakket, daar zit Arriva Limburg in, Keolus varianten en de Synthes Twins, de rode variant. De bot is een moderator inderdaad, ja. Anders dat kan hij namelijk zeg maar niet... zeg maar de linkjes verwijderen, dus vandaar. Ik kan straks niet even thee gaan zetten tijdens het laden van het scenario. Lol. Windows NTS op een 240 gigabyte bolus? Slechte keus. Ik zou je adviseren om gewoon een twee SSD's dan te doen. In ieder geval eentje voor je Windows en een aparte voor TS. Want je weet niet hoe groot TS kan worden. Dus, ik gebruik in ieder geval, ik raad ook altijd aan om gewoon een derde keer te schrijven voor sowieso games te nemen. Hoe groter, hoe beter. Want ik heb laatst een. Ik heb van de week heb ik een nieuwe SSD gehaald, zeg maar, om mijn harde schijf te vervangen. Mijn dataschijf. Die is nu een 1 terabyte SSD zit erin, kost me 100, iets van 101 euro. Dus, valt best wel mee. Ja, 500 gigabyte kost sowieso nauwelijks. Maar 1 terabyte praat je ook wel over. Zorg dat u rond 10:40 door Klarenbeek rijdt voor een goede kruising met de stoptrein. Aankomst Apeldoorn is gepland om 18:48, waar u van cabine zal wisselen en om 18:54 weer een sneltrein terug zal gaan naar Winterswijk. Mooi. Let's go. Op weg naar Apeldoorn, dat is ons volgende station. Lars, goedenavond, welkom. Let's go. In principe zouden we nu onder. Ik
dacht EG nog of EG rijden. Christy is druk bezig. In de nieuwe Flirt, de update zeg maar van de Flirt, daar kun je namelijk rijden op zowel ATB, NG als EG. Er zitten ook bakens bij. Die bakens kun je dan op route niveau waarschijnlijk plaatsen en op scenario niveau, zeg maar een beetje zoals de, die andere. Dan gaan ze bijvoorbeeld wisselen van EG naar NG. Dat is op zich wel een leuke update. Dat zou dan zeg maar hier gebeuren op deze bakens hier. Kijk je trein in Nederland streamen? Ik doe eigenlijk elke week Nederlands, Lars. En op YouTube zelf streaming eigenlijk niet. Ik stream in principe op Twitch. En anders dan kun je mij de video's van mijn stream, die verknip ik zeg maar. En die komen dan zo snel mogelijk op YouTube terecht. Volgens mij, dit moment, afgelopen weekend, dus er zijn nog twee scenario's van vorige week zondag gepubliceerd. Dus die zijn in ieder geval nu al vrij snel beschikbaar. Niet voor de overige terreinen nog. Ja, ik ben benieuwd. Ik hoop dat Chris het inderdaad wel terug zet. Bijvoorbeeld inderdaad in deze. In de GTW DMU. Bijvoorbeeld ook in, natuurlijk in de DM90. Die heeft natuurlijk het ook. Wat dacht je eventueel van de Wattloper? Dacht ik dat het ook had. Had hij een moderne variant? Nee, volgens mij had hij ook deze. Ja, maar je weet het maar nooit, hè. Maar het kan ook best zijn dat het namelijk niet zo lukt. Want Christy zei ook al eens een keer, weet je wel, met de Firm M. De moderne variant die hij toen heeft gemaakt. Toen moest hij die trein in feite, in principe is dat een volledig nieuwe trein. Want hij had de originele code, de originele source code, zeg maar, had hij niet meer van. Of in ieder geval werkte hij niet meer. Omdat het in een oude programma is gemaakt, zeg maar, voor de Firm. Dus vandaar dat hij namelijk een nieuwe had gemaakt. Dat is in ieder geval wat hij toen een keer had uitgelegd. Oh, je bedoelt echte treinen. Ja, in principe, ik reis vrij weinig. Als ik reis, dan is het meestal in het weekend. En dan doe ik meestal voor mezelf. Maar eigenlijk sinds dat hele corona gedoe, dan reis ik in ieder geval in principe niet zo ver om door het hele land te kruisen of zo. Ik heb zoiets van, dat moet je op dit moment nog steeds niet doen. Dus, wat is er volgende station? Volgende station is Apeldoorn. En Mr. Just... Fortnite C? In ieder geval goedenavond en welkom. Kijk, onze info was ongeveer rond 40 door Klarenbeek. Nou, dat klopt ongeveer. Dus, ting. Oude Fortnite nou. Ik heb zelf eigenlijk nooit echt... Ik heb Fortnite, ik heb het een keer geïnstalleerd gehad. Ik heb het een keer opgestart. Ik heb het een keer gedaan in ieder geval in singleplay om even te kijken wat het is. Maar vervolgens afgesloten. En, eigenlijk niet meer gedaan. Ik ben meer van de simulatie games. Meer van treinen en trucking, farming. Dus vandaar. Ik ging altijd met de trein naar het werk, maar zit nu 4,5 maand thuis te werken. Tja. Krijg je met deze crisis. Dutch, goedenavond, welkom. Kijk, perfect kruising.
wilt gelukkig niet meer. Gelukkig. Nou, ik heb wel eens een keer YouTube-video's gezien van sommigen die dat deden. Voor een iets groter YouTube-kanaal. Gewoon voor de fun, weet je wel, een beetje met z'n allen. Zo van, dan zie je mensen overal rondspringen, hoppen en doen en wat dan ook. Zo van, dan heb je ook zoiets. Zo van, hoe doen ze dat? Zo van, maar het is denk ik gewoon een kwestie van oefenen, denk ik. Net Rob Jansen in vangenis. Ja. Speelt nooit, maar vindt een prima game. Ja, op zich, qua graphics is het een prima game. Het loopt vrij smooth. Dat wel. Maar ja, het is in principe een free-to-play game. Maar het is een game die vol zit met microtransactions. Dat is waar ze geld aan verdienen. Nee, maar kijk, dat is de smaak. De smaak, zeg maar, van simulatiegames, zeg maar, van games, zeg maar. Op een moment verandert die. Dan ben je bijvoorbeeld heel erg veel met train sim bijvoorbeeld bezig. Nou, zoals we dat web doen, doen we toch train sim. Dus nou, dan ben je, zeg maar, een beetje met train sim bezig. En dan vervolgens een beetje Euro Truck. Maar dan in één keer zo van, nou, ik vind dat eigenlijk toch, ik heb te veel dat gedaan. Dan ga je even wat anders doen. Dan pak je inderdaad bijvoorbeeld in één keer een hele omslag naar een GTA-game bijvoorbeeld. Dan doe je die uitspelen of wat dan ook. Of je doet weer wat anders. Dat verschilt, smaakverschil op een gegeven moment. Ga je eigenlijk hier op zaterdag Rekfest doen? Ja, ik heb dat al eens een keer gedaan op zaterdag. Ik kan het best wel een keertje doen. Maar ik heb in principe ook nog wat andere games staan. Bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld Euro Truck, American Truck. Ik doe zo nu en dan dat Dirio Valley. Ik heb Formule 1 doe ik eigenlijk. Dus met die dan zit je eigenlijk allemaal 4 games. Die ik op zaterdag doe. En op geen moment is het, dan kom ik gewoon tijd tekort. Dus... Is het een sinaasappel of een microfoon? Het is een microfoon. Nu is die weg. Maar ik kan natuurlijk ook wel een andere microfoonkapje pakken. Ik heb een groen, ik heb een geel, ik heb een blauwe, ik heb een zwarte. En een oranje. Wacht 5 minuten voor je sein op, betaal 50 cent. Oh, Mark, ik zie zo vanzelf dat DTG dat gaat doen in Traceable 3 of zo. Microtransacties. Red pas rijden over 15 minuten of Koning Energy voor 80 cent. Ja, op zich dat een verschil. Rob die heeft in principe de onboarding heeft hij gehad. Ik heb het een keer met hem, toen hebben we gewoon een keer met Shooter even wat races gedaan en zo. We moeten eigenlijk die heist een keer doen. Nou, als je van farming houdt, dan kun je Farming Sim 16 gratis downloaden tegenwoordig. Maar inderdaad, mobiele games die zijn niet echt wat. Als ik een op de mobiel... Ja, wanneer is de laatste keer dat ik mobiel games heb gespeeld? Volgens mij op mijn Windows Phone heb ik dat toen een keer gedaan. Toen had ik daar een programmaatje met Lemmings op. Dat heb ik gedaan, de originele Lemmings. Speel je ook Train Seville? Ik doe Train Seville voornamelijk in mijn eigen tijd, zeg maar. Een beetje buiten de stream zo. Want op dit moment is er een beetje een kleine controversie aan de gang in de train sim community, in de train sim wereld met omtrent train sim of train sim world. Vandaar dat ik het even een klein beetje laat liggen.
Maar ik doe het nog. Ik ben vandaag nog druk geweest op de New York, de Northeast Corridor route. De route die in principe dus eigenlijk, eigenlijk niet meer komt. Die komt niet naar Trainsville 2. Oh jee. Het volgende station is Apeldoorn. Tevens het eindpunt van deze trein. Denkt u bij het verlaten van de trein aan uw bagage. Station Apeldoorn. Apeldoorn. Overstappen op de trein richting Amersfoort. Ja, Trainsville 2 die komt, origineel zou die komende donderdag uitkomen, maar hij is 2 weken uitgesteld naar de 20ste. Er komt dus inderdaad zeg maar een livery editor, een scenario planner komt er mee. 2 nieuwe routes, de Bakerloo Line, de Köln-Agen route. En de eerste set van omgezette Trainsville 2020 items. Ik dacht waaronder de San Francisco route, beide DLC's daarvan, de East Coast Way en de Rijnroer. Niet de Oosterroute, maar de Mainroute, denk ik. De Duisburgroute. De rest komt in september een aantal. Waaronder wat andere Engelse routes. En dan in later nog een keer komt de rest, behalve de NEC. De NEC en de Amtrak die komen niet. Die zijn in principe dood. Oh jee. Ik weet dat je hem officieel niet uitzet, maar voor het geval. Doen we die. Kijk, Winterswijk staat er al op, dus dat is automatisch al omgezet. Nice. Laten we die even in het midden staan. Blijven hier staan. We blijven hier staan tot 54, dus we hebben nog iets van 6 minuutjes. Dus we hebben nog tijd, zo. Jansen, hup, mijn trein gemist. Maar Dutch, dat is de kant richting Enschede. Je moet toch richting Amersfoort hebben? Die komt er straks vast nog aan. komt ook nog een Amerikaanse route, Sandpage Great. Ja. Sandpage Great, die zit in Trainsville 2020, zit die al in. Dat is de originele, de eerste route die ooit in Trainsville is uitgebracht. Het is de basisgame. Die hebben ze nooit naar consoles gebracht tot nu toe. Want de reden dat het gaf is dat het is een vrij grote route en een vrij zware route. Het is niet geoptimaliseerd. De treinen die zijn zo groot, die gebruiken zoveel texture sizes. In het begin liep dat ding iets met, op de terminal iets met 15 frames per seconde als je geluk had. Maar bijvoorbeeld ook beweegbare overwegen, zeg maar, die gaan open en dicht. En de nieuwe treinpads zijn permanent dicht. Dus, Monsieur de Kat, goedenavond. Ik wilde naar Deventer zodat ik Remco een biertje kan. Van de biertje kan veroveren. Nou, dan gaat zometeen nog wel een stoptrein, denk ik. Oh, Rijnroer Oost die komt naar Trainsville 2, Len. Dat zal wel even duren. Volgens mij, als ik heel even hier kijk. Er staat een artikel op Dovetail Live. Welke routes in principe komen. Dat is de Trainsville 2 update. Even kijken. Wanneer die uitkomt. De East Coast Way. Brighton to Eastbourne Seaford. De Peninsula Corridor. De Baby Bullet. De Diesel Switcher. En de Rijnroer Duisburg naar Bochum.
In september komt daarbij de Tees Valley, de BR-31, de 20, de Long Island Railroad, de LIR M3. Haak het naar Vinnertrop en de 155. De overige routes die komen daarna. Dus dat zal nog wel even een tijdje duren voordat dat bekend is. Ik ben later dus minder pils. Dus dan blijven we wat langer. Ja, alles komt in principe over. Uiteindelijk behalve de Northeast Corridor. En blijkbaar is de Northeast Corridor is in principe de 8e DLC. Maar het is de 3e DLC die ooit is uitgegeven. En daar is behoorlijk wat mis mee blijkbaar. Je kunt ook altijd met de bus, hè? Naar Altenburg. Veel connection bussen. Of je pakt de stoomtrein. De Veluwe stoomtrein van de VSM. Wordt de preserve duurder? Nee, absoluut niet. De preserve collection wat jij hebt in Trainster World 2020 krijg je gratis. In Trainster World 2, de DLC blijven gewoon te koop. Dus het is ook de enige manier om die volgens mij te krijgen door de originele te kopen. Het kan best zijn dat ze dan in de nieuwe waarschijnlijk direct te koop zijn, maar ik denk het niet. Ik denk dat je nou de oude zou moeten kopen om vervolgens... dan heb je in principe alsnog dat je de originele 2020 moet kopen. Maar de preserve collection die neemt over. Dus zeg maar van deze game hier, van deze DLC's gaat uiteindelijk gaat alles die gaat zeg maar over, behalve deze en deze. Dus de 1000R met de Capcar en de Northeast Corridor. Voor de rest komt in principe, gaat allemaal over naar Trainster World 2. Waarschijnlijk zal het ergens een linkje worden of zo, denk ik. Als jij één nieuwe route koopt voor de full price, dan is de upgrade gratis. Nee, de upgrade is niet gratis. Het is in principe gewoon een compleet nieuwe game. Vertrek nu weer richting Zutphen. Aankomst 1907 op spoortje nummer 3. Kunnen gaan, vertrek zijn. Een sneltrein inderdaad. Ik heb een keer de sneltrein genomen. Toen kwam ik ergens van een meeting vandaan. Toen was 's avonds laat of zo was de sneltrein. Dan ben je echt gewoon in no time gewoon in Zutphen en dan in no time was ik op het volgende station. Trainster World 2 kun je niet pre-orderen, nee. Uitleggen wat dat betekent, preserved edition. Het is een preserved collection. Preserved collection, dat wil zeggen dat de DLC, zeg maar, die jij voor Trainster World 2020 hebt gekocht, dat je die kunt gebruiken in jouw Trainster World 2. En dan kun je ze vroeger zeiden ze over ja, je kunt het alleen maar rijden en je kunt verder niks mixen of zo, maar dat hebben ze aangepast. Je kunt nu de scenario planner kun je in principe gewoon gebruiken, ook voor je oude DLC, dus ook voor die andere. Zij gaan verder geen fixes of andere soorten dingen gaan zij doen.
op de route. Of DLC. Dus die blijven zoals ze zijn. En ze worden verder ook niet aangepast. Dus het is zeg maar bewaard gebleven. Je hebt zeg maar in Engeland kennen ze ook de preserved locals, zeg maar museumspoor, museummaterieel. Dus dat is het in principe. Zou in principe wel moeten, Len. Werkt in principe hetzelfde als op de PC. Ze hebben nog geen. Wat ze zeg maar hebben, is nog niet een demonstratie gedaan van de Livery Editor. Dus dat komt nog. Maar in principe, van wat ze hebben uitgelegd in de streams, is je krijgt in principe een lege. Lege trein, dus een volledig witte trein, geen logos of wat dan ook erop. En je kunt er zelf kun je de decals op plakken. Dus bijvoorbeeld inderdaad, ze hebben het over vierkantjes en rondjes en wat dan ook. Dus ze hebben gewoon plaatjes of zoiets van 50 decals of zo krijg je die in de game zitten. Die kun je erop plakken en dan kun je daar klotjes van maken of zo. Laten we zo zeggen, ik denk niet dat ik het persoonlijk ga gebruiken. De livery editor, de scenario planner op zich wel. Op de PC kun je namelijk die het genereert, kun je gewoon delen met elkaar. Maar het werkt natuurlijk weer niet op de console. Dus de console is het echt alleen maar wat je zelf kunt maken. Dus je bent zeg maar niet. Je kunt er geen eigen graphics in maken. Dus je moet zeg maar graphics gebruiken die hun aanleveren. Dank Ray 1002, good evening, welkom, thank you for the follow, goedenavond. Of de GTW waar we nu in zitten, ik zie nooit een Veolia in de routes. Je zou een Veolia kunnen gebruiken op de IJssellijn, als je in real life route praat, op de Veolia kun je gebruiken op de IJssellijn in Nijmegen. Dan kun je een klein stukje dat die richting Roermond vertrekt. Dus als AI. Maar je kunt in principe hem overal neerzetten als je wil. Fictieve routes. Komt u wel eens een keer. Ik weet dat Mau. Koploper Mau die heeft. Fictiva die heeft ook een aantal scenario's in zitten met een Veolia trein. Ik dacht de GTW en de watloper van Veolia. Heeft hij 1 of 2 scenario's ermee. Maar in andere routes, nee. Zover ik weet is de Veolia naar Arriva GTW, dus die met de zwarte Arriva logos erop, die is ook gemaakt. Die is dacht ik beschikbaar op Sint-Oker, dacht ik nog, of op Treinpunt. Als die nog niet is overgezet. Mr. Just Fortnite Tech, bedankt dat je er was. Nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer. En natuurlijk veel plezier nog met Tracer World. Maar dat is pas over 2 kilometertjes. Dus we hebben nog wel even. Ik ben wel vaak met deze lijn geweest tussen Zutphen en Apeldoorn. Maar in principe heb je met deze trein, of je in Apeldoorn aankomt of dat je over moet stappen op deze trein richting Zutphen, dan heb je zo'n baggeraansluiting. Dus echt, of je staat een kwartier te wachten op de volgende trein, of je hebt hem net gemist en je staat weer een kwartier te wachten op deze trein of wat dan ook. Dus er zit altijd ongeveer een kwartier tussen. Zo.
van Riva gesproken, moet eens kijken wanneer die hybride vluts erin gaan. Ze hebben ons test gereden, die Wink-treinstellen. Ik dacht dat ze weer terug zijn gegaan richting de fabriek, maar dat weet ik niet zeker. Het kan best zijn dat ze einde van dit jaar met dienstregeling 2021 in dienst komen. Of het jaar daarna, maar ik denk einde van dit jaar. Er zal vast wel informatie zeg maar, te vinden zijn op internet. Er zijn genoeg Facebookgroepen die informatie hebben. Wikipedia zegt 2021. Wikipedia heeft in heel veel dingen gelijk, maar ook heel veel dingen weer niet. Ik heb dat in mijn opleiding gemerkt, dan mag je Wikipedia niet gebruiken als bron. Nou, in principe wel als je de bron erachter wil. Volgende dienstregeling gaat de Wink in. Dus dat is inderdaad met de dienstregeling in december dus. Wanneer de nieuwe dienstregeling 2021 komt. Ja, ze zouden inderdaad, als ze moeten worden ingezet, dan zouden ze nu inderdaad binnen moeten komen, ja. Er heeft er eentje op Kampen Zuid een hele tijd eentje gestaan vanwege een stroomstoring verderop of zo, of een aanrijding of iets. Zo. Dan komen wij zometeen weer aan bij, of in ieder geval langs, Forest Empe. Ligt tussen Forest en Empe in. En Forest is nog wel aardig wat kilometers, nog wel wat kilometertjes. Zo. Forest Empe, midden in de prachtige natuur. Boas, goedenavond, welkom. Wat je hebt gemist is de Sacramento Northern route. Die we hebben gedaan. Die is helaas gecrashed halverwege. Dus je hebt niet gigantisch veel gemist. Wij zijn zo net begonnen in Zutphen. We gaan als sneltrein zijn we gegaan naar Apeldoorn. We gaan nu weer als sneltrein terug naar Zutphen. En dan door als gewone stoptrein richting Winterswijk. Ja, normaal zouden we hier waarschijnlijk inderdaad van NG overgaan op EG. In de nieuwe, als hier bovenleiding zetten en de vluchten konden gebruiken. Ik hoop nog steeds op een backport naar de G2W. Dat zullen we wel zien. Zo. Zo meteen aan bij de boog. Welk deel van Nederland is dit weer? Dit is het, eigenlijk het oosten van Nederland een beetje. Het is tussen Apeldoorn, Zutphen, Deventer en Winterswijk ligt deze route. Dan komen we de IJssellijn draaien we op. De IJssellijn richting Arnhem, die zie je hier rechts. Ik ben benieuwd, misschien bouwt hij wel door naar Hengelo. Het volgende station is Apeldoorn.
station is Zutphen. Denkt u bij het verlaten van de trein... Mocht u blijft zijn 106. Station Zutphen. Oké. Hadden we mooi even in de gaten. Daniel die is ermee bezig, ja. Inderdaad, Daniel die wou, dacht ik, Zwens voor K. En ik dacht ook een extensie richting Goor. Dat heeft hij al, hebben we ook op de Trainsim Maps gezet, die op Dutch Sims gelinkt staat. Daar kun je al zien dat hij hem richting Goor heeft doorgetrokken. Nou, zullen we het zien. Nee, ik heb geen saltmod erop staan. Zuchten. Even kijken, volgens mij moeten we deze Ctrl-tab. Ja. We zijn op tijd. Terg en langzaam binnenkomen, maar goed. maar dat komt wel goed. Zwens voor K is een erg leuke route. Maar kost inderdaad veel tijd. En ja, op een gegeven moment dan is het toch wel wat real life commitments. Even in het midden. Dit is station Zutphen. De vlucht gaat er in ieder geval vandoor. De GTW naar Apeldoorn die staat er nog. En wij gaan door naar Winterswijk. Daar gaan we gelijk doen. Koerdekou. Goedenavond en welkom. Ja, dat klopt. Die overweg die is weg die inderdaad hier, die hier iets verderop ligt. Naar deze huis, naar de rechterkant voor het bos, daar was de overweg. Hier was de overweg vroeger. Je kon zelfs soms een kwartier dicht zitten. Je had verder ook geen bellen of wat dan ook. Dat was zo'n eentje met een enorm groot hek was dat. Zo. Wij gaan hier naar rechts. De IJssellijn gaat er rechtdoor richting Deventer. Maar wij gaan richting Winterswijk. En ons volgende station Borden. Ik denk inderdaad dat het waarschijnlijk een Ebo inderdaad dan zou zijn geweest. Want hij had namelijk gewoon één groot hek die over de hele weg ging. En één lamp. Eén lamp die knipperde, meer niet. Geen bellen of wat dan ook. Let's go.
even kijken. Mickey, goedenavond, welkom. En die is wel steeds vaker dingen aan het doen dan trucking op zondag. Ja, vorige week... Oeh, dat was niet de bedoeling. Hij, vorige week heeft hij inderdaad ook al geen trucking gedaan. En deze week ook niet. Deze week meer wat over Flight Sim. Want Flight Sim die komt binnenkort uit. Hij mag nog geen gameplay laten zien. Dus hij gaat wel wat video's laten zien die hij heeft gemaakt, dacht ik. Maar dat valt me op zich ook wel op. Daar staat toch wel een beetje bekend, zeg maar, om de Euro Truck of een American Truck. Ja, hij heeft een aantal Flight Sim video's uitgepompt. De afgelopen paar dagen. Dat zijn inderdaad van de nieuwe Flight Simulator, ja. Ik heb de nieuwe sim al geïnstalleerd staan. Ja, ik had hem al geïnstalleerd staan eind januari. Nou, ik vind het niet. Ik weet niet waarom. Kijk, in principe, ik doe trains op zondagavond. Dus dat is in principe, zeg maar, wat ik in principe doe. Maar soms dan wijk ik er... Als ik er niks heb, dan wijk ik er vanaf. Maar... Paul heeft volgens mij sowieso altijd veel kijkers, hoor. Maar het is inderdaad de helft. Hij heeft geen 2000, maar 1000 nu. Ja, als het goed is, de NDA is nog steeds actief, dus je kunt in principe niks. Dus daar hou ik het ook bij. Ik heb hem zelf niet gekocht nog. Want ik zit wel even te twijfelen nog, want ik heb wel Flight Sim. Maar dat is ook alweer een tijdje geleden. En ik merkte al dat ik in ieder geval wel een... waarschijnlijk zo'n controller moet hebben of zo'n yoke of een joystick of wat dan ook. Van je hart geen moord komen. Oké. Okay. Duizenden subs die betalen. Ja, maar in principe het is alsnog wat hij kiest, hè. Dus. Maar goed, dat is wat hij is. Ja, ik kan er ook verder niks mee. Het volgende station is Vorden. Je kunt hier overstappen onder de bus richting Hengelo en Doetinchem. Hengelo Gelderland wilt overstaan. Zo. Station Vorden, hier heb ik dagelijks gestaan tot een aantal maanden geleden. Dat is een beetje veel, Rem. Beetje erg veel. Je speelt nog wel leuks in ieder geval. Zo.
En in principe ja, met een 2-8'tje stoppen ze eigenlijk altijd bij bordje nummer 3. Scumbags, maar goed. Je bent te laat. Dan had je maar een discount van perron moeten staan. De zonwering is direct kapot als je het aan de reizigers overlaat. De zonwering in de Keolis flirt die werkt nog steeds hoor. Je kunt nog steeds naar beneden doen. Misschien is het de regio gewoon. Welkom terug, Mr. Just. Op weg richting Ruurlo. Ik heb daar even een vanmiddag nog gezien, ja. Hamilton, slechte start. Hulkenberg die niet startte. Magnussen die eruit was, via die rechtdoor ging. Raikkonen die zijn voorvleugel verloor. En uiteindelijk zeg maar de beide Mercedes'en en Sainz die hun linker voorband ontplofte. Wat een sensatie. Komt Hamilton met 3 banden over de rit. Als het 6 of 7 seconden eerder was ontploft, dan had Max ook nog gewonnen hoor. Wifi zal toch werken? In de trein is wifi, maar ik denk niet dat je deze trein wifi daar kunt ontvangen. Wanneer krijg je nou die hoopstrekker Rijnroer? De hoopstrekker Rijnroer die krijg je, zover ik zag, op 20 augustus. Maar dan moet je even op de Dovetail Games live website kijken. live.dovetailgames.com. Daar staat een. Kun je selecteren hobby's, Trains in World. En dan zodra je bij de Trains in World selecteert, dan heb je nieuws bovenaan. En dan staat iets binnen onder met een Trains in World 2 update of zo. En daar staat een lijstje met DLC wanneer die compatible is. Ja, in principe, als ze inderdaad geen extra stops zouden maken, dan had Max waarschijnlijk hetzelfde kunnen overkomen. Ook met het klapband en misschien dat hij er helemaal uit lag. Dus ze hebben waarschijnlijk inderdaad beter gewoon lekker op safe gespeeld. En ze hebben gewoon, zeg maar, bandenwissel gedaan. Snelste ronde heeft hij, dacht ik, nog steeds. Dus... En hem en Max van de baan kunnen vliegen. Dat kan. Nee, je moet wel de hoopstrekker Rijnroer moet je wel zelf in bezit hebben. Dus je moet die hebben gekocht voor Trainsim World 2020. En dan kun je hem gebruiken in Trainsim World 2 gratis. En dan gaan we hier langs de kom bij zometeen, als het goed is, bij Ruurlo aan. Ruurlo was vroeger ook eigenlijk een kruispunt van meerdere, letterlijk eigenlijk een kruispunt. Want vroeger ging hier de lijn richting Doetinchem.
Ook een spoorlijntje richting Doetinchem en een spoorlijntje richting Neder. En vanaf Neder kon je vroeger richting Hellendoorn, Eibergen, Enschede. Het lagen zoveel... Ruurlo, station Ruurlo. U kunt hier overstappen op de bus richting Borculo en op de bus richting Zelhem Doetinchem. Zelhem Doetinchem. Deze brug die heeft Friesen heel lang geleden gemaakt. Die heeft hij toen een keer gemaakt, volgens mij voor de route toen iemand anders ging bouwen richting Ruurlo en Winterswijk. Maar die is nooit afgemaakt. Volgens mij is die toen gecanceld. En toen zijn ze zeg maar, is die route in de brug in de route van Jippa beland. Zo. Ook wat eigenlijk aan dit station is, hij kan maar aan één kant vertrekken. Je kunt dit spoor, spoor 1 kan alleen maar richting Zutphen en spoor 2 kan alleen maar richting Winterswijk. Totdat ze gaan saneren, want ze willen dit spoor gaan saneren en één doorgaand spoor maken. Lentren 2.0. Als er een defecte trein staat, ja, dan kun je niet door. Dat gebeurt wel eens vaker. Bijvoorbeeld inderdaad door een treindefect of zo tussen Ruurlo of Lichtenvoorde. Dan rijdt de trein als pendeltrein heen en weer tussen Zutphen en Vorden. In Vorden kun je overstappen op de stopbus, of de, ja, de stopbus eigenlijk. Die gaat daar via Ruurlo, Lichtenvoorde, Groenlo, door naar Winterswijk heel vaak. Maar meestal als er wat aan de hand is, dan is het meestal tussen Ruurlo en Lichtenvoorde, Groenlo. Ja, maar meestal zelf kijk ik met Formule 1 kijk ik ondertussen, terwijl ik wat anders aan het doen ben. Dus dat luister je wel. Alleen dan soms heb ik wel eens een keer dat die stream aan de buffer in is die ik kijk. Bloedirritant, maar goed, weinig aan te doen. Toch een beetje een infrastructuur van Ziggo die niet echt lekker op orde is. Zo. Nou, wij op weg naar de straks met een naar Lievelde heet het plaatsje waar we stoppen zo meteen. Station heet Lichtenvoorde Groenlo met een geweldige omroep.
nu jullie zo meteen horen. Wat is de maximale snelheid van deze trein? 140. Ik kan ook via de Duitse RTL kijken. Ja, dat kan ook. Maar ik heb liever, als ik luister naar Omroep, van luister ik liever naar Olaf en die andere gast. Paul die zou vanmiddag waarschijnlijk ook weer waarschijnlijk F1 hebben gekeken. Meestal streamt hij wel op zowel zaterdag als zondagmiddag. Gisteren heeft hij niet gestreamd. Dat was vanwege dat Flight Sim eigenlijk een beetje helemaal in is. Dus hij is heel veel met Flight Sim bezig geweest. En vanmiddag inderdaad waarschijnlijk vanwege de F1. Jack Ploy. Ah, oké. Okay. Nou, het lag op het puntje van mijn tong. Laten we eens even wat drive-by's doen. Niet een drive-by shooting, maar een drive-by train. Zo veel mooie. Eentje met een oude overweg. Komen zo meteen natuurlijk in het zwarte woud aan. Ik heb ook heel vaak deze rit, toen ik naar mijn ouders heel vaak op, toen ze nog op de oude, mijn geboorteplaats woonden. Ging ik ook heel vaak van het Doetinchem met de bus naar Vorden, met de trein heel vaak naar Lichtenvoorde-Groenloop. Omdat die namelijk een betere directe aansluiting had. Ik heb heel vaak dit stukje ook gereden, dus ze hebben ook heel vaak, alleen dan andersom, maar... hier. En ik moet zeggen, ik heb deze eens een keer een paar keer getest voor nieuws toen. Wat ik heb gedaan is, ik heb dan gewoon de trein gewoon lekker laten rijden, cruise control, wat dan ook, muziekje opgezet. Ben ik in de cabine gaan zitten. Ik moet zeggen, het zag eruit en het klonk ongeveer alsof ik er echt zat. ik dacht Lint 41. Misschien dat ze een DM90 hebben gereden. Maar was hoofdzakelijk Lint 41 van Sintus. De DM90 heeft voornamelijk gereden als tussen Doetinchem en Arnhem. Als stoptrein. Want daar hadden ze vroeger al, net zoals wat Brengen naar Riva nu hebben. Dus er zijn maar twee aparte bedrijven. Hebben hun, toen Sintus heeft dat daar gedaan met een Buffel en Lint. Hiervoor, daarvoor heeft gereden. Sintus heeft ook nog wel eens gereden met DE2. Dus met de 100. Er staat er nog eentje in van de HSA. Die staat nog in Winterswijk. Die mag de lijn niet meer op. Of in ieder geval, ze mogen 40. Maar dan moeten ze dus, volgens mij. Moest iemand die van Arriva moest daar rijden of zo. Dus onder Sintus kon dat nog. Maar onder Arriva heeft die niet meer gereden. Dus de DE2 heeft Sintus ook nog gehad. En de. Daarvoor heeft de Plan U gereden. Van de NS. Ook deels met Sintus. Dus een set van Apeldoorn en Zwolle en Schede. Zwolle en Schede is inderdaad van de NS. Toen altijd geweest. En set van Apeldoorn heeft inderdaad hetzelfde wat ze nu doen eigenlijk met Arriva. Gewoon een pendeltreintje. Stond ook altijd op Zutphen Apeldoorn VV. Zoals aan de buitenkant van de trein is. Van de regions. Als je het regions mag noemen. Als is het regio NS, dat kan ook. Laten we maar even gaan afremmen. We komen aan in het geweldige omroepstation. Lichtenvoorde-Groenlo. Station... Lichtenvoorde-Groenlo. U kunt hier overstappen op de bussen richting Lichtenvoorde en Groenlo. Wat een cliché. Station Lichtenvoorde-Groenlo. U kunt hier overstappen op de bus richting Lichtenvoorde en Groenlo.
Geweldig. Even wachten. Ik moet zeggen, waar is mijn tegentrein eigenlijk? De eerste waarschijnlijk nog niet. Normaal is hier een kruising namelijk tussen twee treinen. Maar goed. Zo. Je meent het. dit klopt. Dit staat er in werkelijkheid op. Er staat gewoon één paaltje met een pijltje. Ik heb hem laatst nog voor. Ik heb het toen tijd geleend. Toen was ik nog een keer op lichten voor de Groenlo. Beetje in de avond, uurtjes al. Maar ik dacht van, weet je wat, ik maak even wat foto's voor hem. Maar inderdaad, het ligt er werkelijk. Het kan best zijn dat de vroeger een bordje heeft aangehangen. Maar ik denk dat ze hem hebben weggehaald of dat hij ooit gestolen is of zo. Maar verder nooit meer. Nooit vervangen, want er staat een 3'tje en een 6'tje. Dat is in principe genoeg voor Arriva. Dus, Cleo komt binnengevallen met een resubscriptie. Alweer voor 31 maanden ook. Dankjewel Cleo voor de resubscriptie. Wat doe je me aan, Jansen? Maar je doet jezelf aan. Oh, ik zag trouwens op Dutch Sims een aantal mensen die hadden hier een tunnel decal missing. Dus die hebben hier een stuk grond. In plaats van spoor hebben hun hier grond. Dat komt omdat ze de tunnel decal missen. Ik heb gewoon een spoor. Maar inderdaad, dank je Tlee voor alle support. En welkom terug. Dus die zijn nog eerder regiones. Sommige zijn de regions. Op naar Winterswijk West. Zometeen door het Zwarte Woud van Winterswijk. Ja, Bioni heeft die, dacht ik, inderdaad laatst gedaan op zijn vorige stream. Mau, take note, please. Hoe bouw je een zwart wakt? ja, ik kijk in principe elke stream van Bjorn. Heeft ook te maken met moderatie. Maar er lag een tunnel decal. Thank you.
Ik voel me in de maling genomen. Ja, dan moet je bij Dutch zijn. Oh, beginnen we weer met de hooi? Mijn god zeg. Nou, volgens mij is hier het echte zwarte woud. Ja, hoi. Ten, ten, ten. Hier is het echte zwarte woud. Waar is de trein? Hier. Dus die spant een waslijntje. Oké. geweldig. Een motveel. Hij doet zichzelf een motveel aan. Oh, geweldig. Winterswijk West, station Winterswijk West. U kunt hier gratis stappen. Met de OV-chipkaart, vergeet dan niet om uit te checken. U kunt hier uitstappen voor een ziekenhuis. En de vreedschuur. Ik heb nog zo'n verhaal dat hier iemand in de trein zat. Een aantal anderen zag aankomen rennen en vervolgens de trein hebben gemist. Een uur hebben moeten wachten op de volgende, want ja, in het weekend is er een uursdienst. Uursdienst, ja, dat is vrij normaal. Mijn bussen rijden hier ook met een uursdienst. Weet je, een Mac vertoeven is niet beter dan ook een kalperon of een snack heetperon. Esco Winterswijk. In het R staat er bij Winterswijk een groen stikje met enkele meter straatspoor. Het straatspoor ligt er. Volgens mij. Alleen niet het stikje. Ga je niet over Winterswijk West? Jawel. dit is Winterswijk West. Hebben ze net gehad. Die ligt aan de spoorlijn tussen Winterswijk en Zutphen. Vanaf Winterswijk richting Arnhem is eerst volgende station is Aalten.
heb vandaag geen uursdienst gereden. Nog beter nog, niet eens uit dienst. Ah. Ja, dat is hier in de regio is hier vrij normaal hoor, om inderdaad zeg maar uursdiensten te hebben. Deze trein die gaat weer terug. Wilt u door richting Arnhem Centraal? Dan kunt u overstappen op de trein die zometeen voor u komt te staan. En dan zijn we gearriveerd. Komt de GTW naar binnen. Het is een GTW in manifestatie hier zo. Een invasie. En hier ligt het straatspoor inderdaad. Oh kijk eens, hier staat Sekje. Sekje staat er wel tussen scenery object. Moet wij schuim morgen weer vroeg dag. Maandag is druk. Len, bedankt dat je er was. Nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer. Ik moet zeggen, Winterswijk is wel heel erg veranderd hoor. In de tijd dat ik er laatst was. De laatste keer dat ik hier was, toen dacht ik dat hier een armsein nog stond. En lege gebouwen. Rangeren van die loodsen en zo. Dus ook aan deze kant, dit is de Transit Museum Oost, zit hierin. Hier staat ook die 100, de DE2, de Blauwe Engel, die staat ook hier binnen. Wat hier ook gedaan wordt, is de linten die zijn hier omgestikken naar Keolis. En ook de noordelijke nevenlijnen zijn hier voorzien van hun nieuwe stickers, zeg maar. Van de buitenkant. Dus die zijn hier geweest en dan zijn vervolgens weer teruggegaan richting het noorden. Ik heb vandaag een trein van binnen gezien, ja. Hebben me laten rijden van de Bokkendal naar het station. Jansen, goedenavond. Of Jansen, goedenavond. Wat zeg ik dan alweer dan? Bjorn, goedenavond. Wat doe je nou, Bjorn? Zucht. Zeg doei, Jansen. Doei, Jansen. Scenario complete. Well done, you've completed the scenario. Success.